meeste sturen hartelijk welkom. Op het geval dat Jim en ik gisteren graven bloemen gelegd namens het college. Ik ben zeer op reis, als je erop bent, zoveel mogelijk. Het is op zo'n dag van dodenherdenking altijd een moment even van bezinning. En we hebben daar ook een beetje op de Bloemenskerk, daarna bij het monument het gedenkteken. En daar zal ik ook zeker wat vertellen, zeker over deze herdenking. Maar in dit gezelschap is het toch iets anders. We hebben afgesproken dat we dit formeel zouden houden. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een herdenking waarbij mensen zijn betrokken die zo dichtbij staan bij degenen die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Dat het op zich ook al rechtvaardigt om dat zeker eens in de vijf jaar met elkaar hier te herdenken. Bij het monument straks zal ik zeggen dat ik in ieder geval veroordeeld ben dat je moet blijven herdenken. Doden, de gevallen van de Tweede Wereldoorlog, niet zozeer vanuit die oorlog, maar ook zeker omdat in deze samenleving er heel veel momenten zijn waarbij geweld aan de orde van de dag is, onderdrukking, vluchtelingen, politieke moorden, noem op. Dus een moment van bezinning kan nooit plaats in deze vluchtelijke samenleving. Nogmaals dank u dat u allemaal bent. We zullen u namens u ook, het college zal namens u ook de dingen leggen. Zelfs met de groep daarna kunnen we stellen voor dat we even wat op de steun
familieleden bloemen gelegd op het oude kerkhof bij de graven van de gevallenen in die oorlog. Gevallenen die verbonden waren met de gemeente Waddinxveen. Wij zullen hen vanavond ook in bijzonder gedenken. Het is en blijft goed om bij die oorlog stil te staan. Ook nu nog, na 60 jaar. Daarnaast zijn er zoveel andere gebeurtenissen geweest in de wereld die het noodzakelijk maken een dergelijke herdenking uit te breiden. Het is niet alleen meer een herdenking van ouderen. Door vele gebeurtenissen in onze moderne samenleving, zoals onderdrukking, zinloos geweld, politieke moorden en dergelijke, is het ook een noodzakelijke herdenking voor de jongere generaties. Het is goed om stil te staan bij onze noodzakelijke verantwoordelijkheid voor een tolerante en vreedzame samenleving. We hebben daar allemaal een rol in, hoe klein ook. Ik vind het dan ook heel bijzonder dat de jongeren van de Coenecoop College dit monument willen adopteren. Niet om het schoon te maken of te onderhouden, maar als symbool van ook hun verantwoordelijkheid voor een tolerante en vreedzame samenleving, waarin geen plaats is voor geweld. Naast de heer Geel zullen dan ook de jongeren een bijzondere rol vervullen bij deze herdenking. Dank u wel. Zitten.
de secretaris van de Stichting Nationale Feestdagen Waddinxveen uit een krans te leggen. Ik nodig de afvaardiging van het bestuur van Amnesty International Waddinxveen uit bloemen te leggen. Van de RTP uit om ons
mag de heer Bakker uitnodigen.
vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen. Wij luisteren naar de regels van de dichter Leo Vrooman, in Gouda geboren, uit zijn vers Vrede. Een vrede die hij in alles behalve vredige bewoordingen beschrijft. Komt een duif van 100 pond, een olijfboom in zijn klauwen, bij mijn oren, met zijn mond, vol van kerrende verhalen, hoe de oorlog is verdwenen, en herhaalt ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen. Zoals wij hier zijn, in deze trieste avond, beseffen wij opnieuw, de vrede van vandaag is duur gekocht. Ook Waddinxveen heeft oorlogsdoden te betreuren, 15 in getal. En op deze avond van de 4e mei 2005 zullen leerlingen van het Coenecoop College nog eens hun namen noemen en voor elk van hen een roos neerleggen. Hoe verloren in het heden zijn de namen en de graven van wie 60 jaar geleden in de krijg hun leven gaven. Medeburgers, lang vergeten, eert als wij nog eenmaal noemen hoe zij eens hebben geheten. Militairen met uw bloemen. Zo roepen wij in herinnering de namen van de gevallen Waddinxveense militairen. A.J. van Vuren, dienstplichtig militair, 24 jaar oud.